Welkom allemaal bij Kees in het Gooi, waar misdaad en hulpverlening samenkomt in één podcast. Vandaag ben ik hier met Björn en gaan we praten over zijn beroep als ambulancemedewerker. Welkom Björn, fijn dat je er kan zijn. Dank je. Ik ben Björn. Ik werk op de ambulance in Gooi en Vechtstreek. Ik ben uitgenodigd om hier wat te vertellen over mijn vakgebied. Ja, nou, fijn dat je er kan zijn. Wat heeft je geïnspireerd om ambulancemedewerker te worden? Ik ben begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie. En daar kwam ik op een gegeven moment in aanraking dat ik niet alleen de psyche heel interessant vond, maar eigenlijk het hele algehele beeld van de mens. En dan kom je al snel uit van ja, wat pakt eigenlijk alles? En dat is eigenlijk de ambulance. En zo heb ik eerst een aantal jaren als verpleegkundige gewerkt. En daarna heb ik geprobeerd om op de ambulance terecht te komen. Vrij lastig, maar gelukt, zoals je ziet. En hoezo is het zo lastig? Nou, het is een heel gewild beroep. Iedereen wil heel graag op de ambulance. Trekt aan natuurlijk. Om een voorbeeld te geven. Kijk, heel veel mensen solliciteren op de sollicitatie. Waar we het veelvuldig over hebben soms. Dus heel vaak is dat wel het grootste gedeelte van mijn werk. En het kan ook gewoon zijn ritten van zieke mensen tussen ziekenhuizen. Dus we moeten van Hilversum naar Amsterdam bijvoorbeeld. En dan hebben we natuurlijk de ongevallen. Dus het is heel divers. Kom je ook wel eens met de ambulance noodgevallen tegen waar je eigenlijk bent en dan eigenlijk helemaal niks voorstelt? Dat iemand eigenlijk zelf ook wel naar het ziekenhuis had kunnen gaan? Dat komt steeds regelmatig vaak voor. Maar dat komt ook gewoon soms een beetje door onwetendheid of omdat de mensen het zelf niet weten. En dan hebben ze net even dat setje van ons nodig om te kijken van goh, dat is voor de huisarts of dat is voor de eerste hulp. Dus wij zijn ook wel echt een beetje op het moment dat wij gewoon kijken van goh, is het echt nodig dat je naar het ziekenhuis moet? En als de arts dat heeft gevraagd, dan doen we dat gewoon natuurlijk. Dus, ja. Zijn er ook bepaalde patronen en soorten noodgevallen die je steeds meer ziet voorkomen? Nou, je hebt bepaalde patronen in de trant van, als je bijvoorbeeld in de zomer zit, heb je bijvoorbeeld eerder een barbecue-ongeval of een ongeval met vuur of laaghangende zon, ongevallen met fietsers. Kijk, dat heb je in de winter natuurlijk niet zo vaak. Dus je kan niet echt zeggen van, nou, er zit een bepaald patroon in. Alleen je hebt wel seizoensgebonden dagen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel. Daar zit wel een soort van patroon in, alleen gaat eigenlijk met seizoensgetijden. Winter, zomer. Herders talenten. Ja. Hoe heb je geleerd bepaalde situaties om te gaan, zoals ernstige gewonden, doden, et cetera? Ja, dat kun je alleen maar real life meemaken. Kijk, en daarna pas weet je hoe je daarmee omgaat. Kijk, ik heb het geluk dat ik er makkelijker mee omgaan kan gaan. Niet dat ik het gewend ben, want dat zou een beetje raar zijn. Maar op een gegeven moment, je krijgt er een bepaald soort ervaring in als je bijvoorbeeld iemand die overleden is of in een nare thuissituatie zit of vervuilde thuissituatie zit. Je hebt het erover met collega's, je deelt ervaringen en zo bepaal je eigenlijk ook voor jezelf van goh, wat is oké en wat is niet oké. En hoe ging het aan het begin toen je net in de ambulance kwam, ging je daarmee om? Nou ja, heel veel indrukken. En dan had ik ook wel eens een keer een slapeloze nacht natuurlijk. Als je een keer iets bijzonders voor het eerst gezien hebt. Hoe ga je ermee om? Nogmaals, je hebt het ook veel met je collega's erover. Je hebt natuurlijk een bak ervaring naast je zitten. De oudere garde die al toen die tijd 20 jaar op de auto zat. Dus je collega's kunnen je wel veel steun bieden?
Ja, en dat is in ons vak natuurlijk ook wel best wel belangrijk, omdat ja, je hebt niet heel veel mensen die hier op de ambulance zitten. En wat nou als je iets mee hebt gemaakt en je zegt tegen je werkgever van ik kan het echt nou even niet vandaag meer handelen? Nou, dat is het mooie van ons werk. Zowel de politie als de brandweer als de ambulance, die hebben een botteam, een bijzonder opvangteam. Dus als er een ernstig incident gebeurt, worden die mensen ingelicht. En die mensen die komen dan in huis en die gaan dan per acuut na die casus met jou praten. En dan kun je aangeven, goh, het gaat wel of het gaat niet. En dan kunnen wij als botters jou dan ook uit dienst halen. Van goh, nu vandaag is het even niet zo handig dat jij nog andere patiënten gaat helpen. Dus dat gaat eigenlijk twee kanten op. De collega kan het zelf bepalen en aanvragen. En degene die hem bot kan ook zeggen van joh, misschien is het handig dat je nu even niet meer gaat werken vandaag. Heb je het zelf ook wel eens gehad dat je zegt van ik handel het echt niet meer vandaag? Nou, ik heb wel botgesprekken gehad. Maar ik ben het type man die broeder, die graag dan door wil werken. Om dan, dat ik zo mijn gedachten goed kan verzetten. Mm-hmm. Mij moet je niet thuis neerzetten. Dat is niet handig. Nee, je bent niet iemand die stilletjes thuis kan zitten? Nou, ik kan wel stilletjes thuis zitten. Maar als ik bijvoorbeeld een ernstig incident heb gehad, dan heb ik liever dat ik nog even een auto kan wassen. Of dat ik even lekker kan rommelen met mijn handen. En dat ik zo even mijn gedachten verzet. Ja. Kijk, je leert ook in je vakgebied, op de eerste vraag te beantwoorden. Je leert ook in je loopbaan. Voor voorspelbaarheid, dan is het denk ik niet goed beroep. Nee, dat is niet heel handig. Kijk, je moet ook tegen kunnen dat je bijvoorbeeld een rustige dag hebt. Kijk, dus als je heel graag altijd heel actief wil zijn, ja, dan kun je wel eens met de neus in de boter vallen. Want ja, dat is niet altijd het geval natuurlijk. Ja. Hoe ga jij er in stressvolle situaties tijdens een noodgeval? Dus bijvoorbeeld dat mensen agressief worden of dat iets onverwachts compleet overslaat. Ja, nou ja, ook dat is weer hoe ouder je wordt en hoe langer je in het vak zit, hoe meer je ook leert van je vorige casussen of situaties. Dus jou ga je om met stressvolle situatie, dat op het moment probeer je daarmee om te gaan. Ja, en agressie, tuurlijk, het komt voor. Maar agressie is ook vaak angst, hè? Het niet weten wat er gaat gebeuren. Of bang zijn dat iemand wat overkomt, wat blijvend is. Dus wat wij proberen is ook altijd iemand wel gerust te stellen en ook in agressieve situaties zo snel mogelijk te deescaleren. Vaak lukt dat ook wel. Ja. En wat als het niet lukt? Ja, dan hebben we gelukkig onze vrienden en familie van de politie. En ja, weet je, wij hebben een hele grote samenwerking ook. We hebben ook noodknoppen, dus als we die indrukken, staan ze er ook heel snel. En ja, dan zullen we helaas de politie erbij moeten halen. Wat zijn adviezen voor mensen die graag de ambulance in willen? Wat zou je als advies meegeven voor hun? Nou, weet zeker dat je het wil. Het is het is niet een makkelijke opleiding. Ja, kijk, het is een heel algemeen pakket wat je nodig hebt. Het is niet alleen het verpleegkundig diploma wat je nodig hebt, maar je hebt ook bepaalde mindset nodig om dit werk te doen. Dus je moet wel flexibel zijn ook.
Ja, wat zou ik meegeven? Ja, kijk, doe vooral heel veel ervaring op. Voor in het ziekenhuis. Dus ga veel met patiënten om. En zo kun je ook kijken van wat je leuk lijkt. En kun je ook ervaring opdoen het met mensen omgaan. Omdat ja, iemand belt 112 en dan wordt er van jou verwacht dat jij het oplost. Dus... Dat zie je zo.
aanslagen krijgen. Dat wij speciale teams hebben die in dat gebied kunnen acteren. Maar ook bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen hebben wij ook weer een speciale training voor. Met speciale protocollen en met speciale pakken zelfs. Dus dat blijft heel dynamisch. Dus, en iedere jaar moet jij minimaal 2 van die trainingen doen om bij te blijven, zeg maar. Je puntenaantal bij te houden. Heb je wel eens van die pakken moeten dragen voor chemische middelen? In de training ja, en gelukkig in het echt nog niet. Dat is erg warm in die pakken. Je kan je moeilijk bewegen. Maar ja, het is super belangrijk en helemaal in de tegenwoordige tijd. Ja, helaas. Denk ik zeker mee eens. Ja. Ja, zeg maar wel, jammer genoeg. Ja. Ja, maar het is wel fijn om te weten dat in geheel Nederland, zeg maar, het ambulancesysteem wel zo in elkaar zit. Dus dat is wel fijn. Ja, als we het nodig hebben, dan kunnen ze het wel. Ja. Ik denk dat in andere landen dat zeker anders kunnen zeggen. Ja. Nou ja, kijk, we hebben ook geleerd van België, hè, met het vliegveldongeval of ramp. Mm-hmm. Daar zijn ze ook wel achter gekomen dat we gewoon niet goed voorbereid waren op eventueel een aanslag. Kijk, en toen is het ook wel in een versnelling in Europa geraakt dat dat ambulancepersoneel ook wel zwaar getraind werd daarin. En ik denk dat we aardig op schema liggen en dat onze collega's ook goed kunnen acteren in deze werkvelden eventueel. Heb je nog een bijzonder gedenkwaardig moment in je carrière? Kijk, dat zijn zoveel, kunnen zoveel dingen zijn. Kijk, dat kunnen aparte casussen zijn natuurlijk, maar het kunnen ook hele mooie casussen zijn. Dat kunnen ook hele trieste casussen zijn. Zoals ik jou vertel, ik werk 17 jaar nu op de ambulance, dus ik heb het nodige meegemaakt en gezien. Ik kan er nu niet één uitpakken. Alleen persoonlijk vind ik het altijd heel mooi om bij een geboorte te zijn bijvoorbeeld. En dat is voor mij meestal ook gedenkwaardig. Dat het allemaal goed gegaan is. En dat het kleintje 10 vingertjes en 10 teentjes heeft. Dus dat vind ik meestal, ja, daar word ik wel warm van, zeg maar. Ja. En natuurlijk als je bijvoorbeeld iemand hebt die in een ongeval in een benarde situatie zit. En die krijg je een beetje netjes en goed in het ziekenhuis en je spreekt hem een week later weer. Dat zijn voor ons hele gedenkwaardige dingen. Het zou ook fantastisch lijken. Het is ook fantastisch. Ja, want dan weet je ook een beetje waarvoor je het doet. En zo pakken wij wel onze momenten eruit, zeg maar. Maar we hebben eigenlijk best wel veel momenten dat gedenkwaardig is. Mm-hmm. Wat vind je het meest bevredigend aan je werk? Dat je mensen mag helpen. Kijk, ze bellen niet voor niets 1 in 2 9 van de 10 keer. Kijk, en het is super fijn dat als iemand in nood zit, kijk, daarom doe je dit werk ook, dat je iemand een helpende hand kan bieden. Dus het klinkt heel simplistisch, dat antwoord, maar het is eigenlijk wel zo. Kijk, wij doen dit werk om mensen te helpen. Mm-hmm. En om samen tot een goed einde te komen of tot een goede casus te komen. Dus ik denk dat het hoofd wel is dat je graag mensen wil helpen, verder helpen. Heeft social media ook nog wat invloed op je werk? Zeker, tuurlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld een forse incident hebt wat in de krant komt en je slaapt, je krijgt de krant op de deurmat of je kijkt op social media en je ziet je eigen gezicht onder een krantenknipsel staan, dat is wel bijzonder natuurlijk. En het is soms ook heel bijzonder om te lezen dat lees je een casus van jezelf, dat het soms ook wel eens niet klopt. Omdat het anders beschreven is of omdat men, de journalist, de informatie niet heeft die wij hebben. Wat ook logisch is natuurlijk. Dus het heeft wel invloed, maar niet negatief, denk ik. Ja, als ze lelijk over je zouden schrijven, misschien. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak, eigenlijk. Eigenlijk nooit. Niet dat ik weet. Heb je ook nog wel eens last van dumpert, bijvoorbeeld? Van die sites die dan van die films heel grappig laten lijken? Of dat ze jullie echt in die films eigenlijk wel echt soms zwart maken? Nou, daar hebben wij als ambulanceploeg niet heel vaak last van. Natuurlijk zal het een keer voorkomen. Kijk, het is wel zo dat, kijk, wij hebben bijvoorbeeld wel last van mensen die veel filmen. Kijk, en wij vragen ook van, goh, is dat nu nodig? Want we zijn nu iemand aan het helpen, bijvoorbeeld. Dat moeten we steeds meer zeggen. Van, goh, zou u niet willen filmen? En soms heb je dan wel de discussie, ja, maar het is mijn vrijheid om hier te filmen. Ja, dat snap ik. Ja, het is jouw vrijheid, maar als jij er zou liggen, wil je ook niet dat iemand jou loopt te filmen. En dat geven we meestal op die manier ook een beetje aan, van, goh, hoe zou jij het vinden?
En meestal komt dat wel aan. Ja, je hebt soms ook mensen die, ja, die vinden dat het hun recht is. Ja, ik ga niet een enorme discussie met je aan of zo. Dat snap ik. Dat doe ik niet. En dan komt het ook wel eens weer voor zo voor dat, hè, meestal is er dan ook wel politie bij. En die beschermen ons ook wel, die helpen ons ook wel. Die zijn er net iets strakker in dan wij. Wij zijn hulpverleners, politie natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, wij zijn echt 9 van de 10 keer met onze patiënt bezig. Ja. Hoe beïnvloedt een bepaalde noodsituatie je eigen welzijn en veiligheid soms? Hoe bedoel je precies? Bijvoorbeeld, je hebt wel eens situaties, noodsituaties, bijvoorbeeld heel snel moet rijden enzovoort. En dat je dan auto's hebt die het niet uitkijken of niet opletten. Ja. Of dat er noodsituaties komen als, neem even dat snel rijden als voorbeeld. Nou, met snel rijden, kijk, wat ik ook net vertelde, van ons werk is heel adaptief. Mm-hmm. Hè? Dus het is heel, je moet heel erg kijken naar wat is de situatie. Kijk, je kunt je voorstellen dat als het heel hard sneeuwt op een dag en ik moet met spoed naar Utrecht, mm-hmm, en het is 9:00 ochtends dat de hele weg vaststaat met sneeuw. Ja. Daar acteer je op. Dus ik kan niet zo hard rijden dan dat ik normaal doe. Mm-hmm. Ik heb te maken met heel veel auto's en heel veel wielen. En ik moet wat rustiger aan doen en ik moet wat meer tijd ervoor vrijnemen. Ja, dan acteer je daarop. Kijk, dus ook bijvoorbeeld met een oud en nieuw. 12:00 krijg je een spoedrit. Wat ga je doen? Je moet over het vuurwerk heen. Ja, dat is wel even een punt. Ja, maar je kan ook niet zeggen van ik ga niet rijden. Nee, dat dus, zou zeker niet kunnen, nee. Dus dan doe je het veel rustiger aan. Je kijkt veel beter. Terwijl als je bijvoorbeeld op een zomerse nacht hebt waar het helemaal rustig en helemaal, waarbij je wel gewoon op de brandweerrichtlijn natuurlijk snel naar het ziekenhuis kan. Dus eigenlijk is het zo van, en dat is ook eigenlijk een beetje een punt van al onze werknemers, hè, mijn collega's, ambulancebroeder als verpleegkundige en wij als chauffeurs, dat je heel erg op de situatie moet inspelen. En dat doen we eigenlijk constant. Want onze situatie kan namelijk in een seconde veranderen. En daar zijn we denk ik ook wel, in Nederland en ambulanceland, zijn wij wel heel goed in, denk ik. Heb je ook wel eens met oud en nieuw moeten rijden? Ja. Heb je ook nog iets leuks meegemaakt met oud en nieuw een keertje? Ja, het is een hele gezellige avond. Kijk, iedereen is blij en vrolijkheid. Dus ze zijn meestal heel erg blij als we ze zien. Een gelukkig nieuwjaar en dat wordt ons ook best wel heel veel gewenst, zeg maar. Mm-hmm. Soms heb je een vuurwerkongeval of het is weer iets met de drank te maken. Of gewoon de pijn op de borst komt ook natuurlijk voor, want dat gaat ook gewoon door. Dus, maar het is altijd wel een speciale nacht. Gooi je mensen ook wel eens vuurwerk naar je auto toe dan als je langs rijdt? Ja, het gebeurt wel. Maar het is niet schering en inslag. Dat is weer een uniek moment wat op dat moment een keer voorkomt. Ik kan niet zeggen dat het nooit voorkomt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus, gelukkig. En ik heb 7 oud en nieuws gewerkt. Dus dat kan ik wel iets over zeggen, denk ik. En heb je ook wel eens met politie te maken als ze een noodgeval hebben dat jullie komen bij springen? Zeker. Kijk, als er iets met een verdachte gebeurt of er gebeurt iets met de politieagent natuurlijk, dan zijn we natuurlijk best wel scherp. Want we zien onze collega's eigenlijk ook als een soort familie. Hè? We werken samen. Mm-hmm. Dus of je nou op de ambulance werkt of bij de politie of bij de brandweer zit, wij moeten het doen als er 112 gebeld wordt. Dus dan doen we gewoon super ons best. En dan natuurlijk kan een politieagent ook een ongeval krijgen of in een incident iets gebeuren. Ja, kijk, dan zijn we er snel bij en dan proberen we zo goed mogelijk ons werk te doen. Maar dat kan natuurlijk ook bij een verdachte zijn, mm-hmm, die onwel wordt in een cel door wat voor reden dan ook. Ja, dan staan we in het cellencomplex van Hilversum. Ja. Dus, en dan werk je ook weer samen. Want ja, hun zijn wel je bescherming. En die patiënt of die meneer die zitten, of mevrouw, die zit er 9 van de 10 keer niet voor haar zweetvoeten. Nee, oké. Okay. Dus dan werken we wel heel erg samen. Dat waren eigenlijk mijn vragen. Nou, dankjewel voor het komen. Helemaal geen probleem, was hartstikke leuk. Dankjewel.